De hele dag zijn we te gast bij restaurant De Otterskooi aan het einde van de Dorpsgracht. Hilly, jij bent eigenaresse. Ja, ik heb het al heel vaak gezegd deze zomer, maar jij hebt ook een fantastische plek om te wonen en te werken. Ja, dat is ideaal. Het is altijd weer mooi. Zomer, winter, het is ideaal weer mooi. En welk jaargetijde je ook bekijkt, het is altijd prachtig. Ben jij hier geboren en getogen? Nee, ik ben geboren en getogen in Wannepeveen. Ik woon hier wel ondertussen 32 jaar. En het dan bedrijf denk ik dat jij door de liefde hier naartoe bent gekomen. Door de liefde, ja, inderdaad. Ja, en we hebben het bedrijf bestaat ondertussen 50 jaar, dus het is heerlijk om hier te zijn. Dus je hebt het overgenomen van je schoonouders? Ja, van Harm en Griet. Is er veel veranderd in de loop der jaren? Heel veel. Ja? Heel veel veranderd. Heel veel bijgebouwd. Het is allemaal anders geworden. Maar verandert er überhaupt veel hier in Dwarsgracht? Ik heb soms het idee dat het gewoon altijd mooi is en dat er niet zoveel input aan gegeven hoeft te worden. Nee, het is altijd mooi. Het hoeft ook niet zoveel aan veranderd te worden. Het is altijd goed. En er komt alleen wat verjonging en wat andere mensen buiten het dorp wegkomt hier. En dat is wel belangrijk. Ja, en merk je aan het restaurant dat je bij moet blijven of valt ja, dat hier wel ook, mee? Ja, ook. Ja, je moet wel actief blijven. En dat is wel het leuke, spannende erin. Ja, want wat zijn een van de dingen die je de laatste jaren hebt bedacht waarvan je dacht van, nou, dat ik dat ooit nog had zou gaan doen? Ja, ik heb eigenlijk niet zo het idee, maar het is ieder jaar toch alweer, je moet wel blijven promoten en wel blijven actief blijven doen. Op social media en dat soort social dingen? Social media, ja. Ja. Dat... Heb je een goede zomer tot nu toe? Ja, het is... Het is toch eigenlijk, wij mogen hier niet echt heel erg mopperen wat weer betreft, vind ik hoor. Maar wie ben ik? Want wat voor weer heb je hier nodig? Ja, mooi weer. Dat goed wel. Weer, zonnig. Ja, dat is wel heel belangrijk geen voor ons. Geen regen volgens nee, mij. Nee, dat moet je niet hebben. Maar het is wel heel mooi. En toeristen veel? Toeristen, mensen hier veel uit de regio. Dat is wel onze grote mensen. Een regio van wel een 50 kilometer om je heen. Ja, oh ja? Ja, dat is wel heel leuk. Dus het is nog wel een beetje verborgen voor de rest van Nederland? Nou, dat ook niet erg, maar je hebt een vaste kern die als altijd deze kant op komt. En dat is het mooie eraan. Je ziet wel heel vaak mensen weer komen. Ja, dat is een goed teken. Ja. Komen die mensen dan voor de natuur, de gemoedelijkheid? De gemoedelijkheid, de gezelligheid en het lekkere eten natuurlijk, hè? Ja, want daar heb ik vandaag ook van mogen genieten. Het is heerlijk hier.